Wij zijn vandaag in de handelsbeurs in Antwerpen. Deze exemplaar dat hier op dit moment staat, dateert van 1872. Ze staat op dit moment leeg sinds 2003. Als handelsbeurs Antwerpen NV hebben wij beslist van een volledige renovatie te maken van de handelsbeurs, Schippersbeurs en de nieuwbouw slash renovatie te realiseren van het hotel. Zo'n complex project als dit is natuurlijk, heeft een heel goede verzekeringsmakelaar nodig. Ik ben helemaal niet bekend in de wereld van verzekeringen. En de gedelegeerde bestuurder, Danny Achten, heeft ons dan uiteindelijk in contact gebracht met Van Breda. Van Breda heeft een unieke aanpak met een geïntegreerde benadering. De geïntegreerde benadering zorgt ervoor dat we alle betrokken partijen op een bouwproject in kaart brengen en dat we al hun risico's gaan oplijsten. Dat betreft hier vooral de architecten, de studiebureaus, de aannemers, de onderaannemers, de nevenaannemers, de bouwheer. Al die partijen hebben veelal hun eigen verzekering. We weten niet van elkaar hoe ze verzekerd zijn. Met de geïntegreerde benadering is een heel transparante manier van werken, waardoor we alle overlappingen eruit gaan halen. En het heeft een positieve impact op de premie. En belangrijk ook is de bouwheer weet perfect ook hoe al zijn partijen die betrokken zijn op zijn werf verzekerd zijn. Eli, onze dossierbeheerder, heeft ons op een gegeven moment gevraagd om met de aannemer, de ontwerper, de projecteigenaar aan tafel te gaan. Om samen eigenlijk een presentatie samen te stellen, zeer transparant ook over de risico's van de bouw en het volledige project. Die hebben wij dan eigenlijk in alle transparantie gegeven aan alle verzekeraars die Eli rond de tafel gebracht heeft. De transparantie vereist een grote openheid. En het is net die openheid die gezorgd heeft voor oplossingen. We hebben alle verzekeraars ook samengebracht. Iets vrij uniek, want verzekeraars zijn concurrenten van elkaar. En het was voor hen ook de eerste keer dat ze samengebracht werden om één project te verzekeren. Ik zou Van Breda zeer zeker aanraden aan andere collega's die met complexe en waarschijnlijk dan ook niet complexe projecten zouden werken, omwille van hun transparantie en hun persoonlijke begeleiding.